De regering zal na maart evalueren of de voortzetting van de COVID-uitkering noodzakelijk is. De nieuwe registratie om in aanmerking te komen voor de uitkering duurt tot 15 februari. Minister Armand Agaibersing van Financiën en Planning zei gisteren in de Nationale Assemblée dat zowel werkzame personen als bedrijven zich hiervoor online kunnen registreren. Zij moeten kunnen aantonen dat vanwege COVID ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien of de bedrijfsvoering niet adequaat kunnen voortzetten. Wij doen wel een waarschuwend geluid uit op de website. Dat als wij erachter komen dat mensen ons proberen te bedonderen, dat daar sancties op staan. Maar voorzitter, in principe, als je voldoet aan de criteria, als je denkt te voldoen aan de criteria, dan mag u zich registreren. We benadrukken ook, voorzitter, dat de COVID-uitkering van tijdelijke aard is. En wij gaan er nu even van uit dat het nodig zal zijn in februari en maart. En afhankelijk van de ontwikkelingen zullen we ons beraden over stopzetting dan wel verdere voortzetting van de ondersteuning. We hopen dat we het niet hoeven voort te zetten, omdat we COVID onder controle hebben en de economie weer zo goed als het kan kunnen openstellen. Want dat is waar het om gaat. De bewindsman zei dat de uitkering aan bedrijven maatwerk is. In commissieverband zal worden gekeken wat voor ondersteuning een bedrijf nodig heeft. Met de nieuwe strategie om personen en bedrijven tegemoet te komen, is zoveel mogelijk geprobeerd corruptie uit te bannen. De registratie verloopt volgens Agaibersing tot nu toe vlot. Maar ondertussen hebben zich 4 grote ondernemingen geregistreerd. 213 klein- en middelondernemingen. Verminderd inkomen 438 mensen. En werklozen 637 mensen. De registratie is open tot en met 15 februari. En voorzitter, we hebben het proces zodanig ingezet dat we eind februari de uitkering over februari willen betalen. En er is een vraag gesteld over wat zal de uitkering dan zijn. Als het om bedrijven gaat, heb ik verteld dat het om maatwerk gaat. En maatwerk kan betekenen geldelijke uitkering, maar het kan ook betekenen uitstel van betaling van belastingen en dat soort zaken. Als het om personen gaat, dan zal de uitkering zijn 1500 SRD per maand. Aldus minister Armand Agaibersing van Financiën en Planning. Hij geeft aan dat personen die zich in de maand februari hebben geregistreerd, niet opnieuw hoeven te registreren. Ze zullen een COVID-uitkering over de maanden februari en maart wel ontvangen.